Tijdens de Ramadan van dit jaar werken meer jongeren dan anders mee aan de voedselpakketten voor mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben. Die toename is opvallend, want wegens de coronamaatregelen hebben de jongeren het niet gemakkelijk. Ik ben hier uitgenodigd door de jongeren om mee te komen helpen de voedselpakketten voor te bereiden. En wat kom ik hier nog doen? Hen eigenlijk in de bloemetjes zetten, omdat ik vind de laatste weken en maanden komen jongeren heel negatief in beeld. Terwijl de meerderheid van hen het heel goed doet, het heel moeilijk heeft gehad. En ondanks het feit dat ze het moeilijk hebben, komen ze hier dan toch uit solidariteit voor anderen voedselpakketten maken. De jongeren zijn blij met het bezoek van de Schepen voor Jeugd. Zij komt voor een positieve reden. Zoals al zei, de laatste tijd worden wij negatief op het nieuws gezet en zo. Dat zij ook eens aan ons denken, dat zij ons op een positieve manier in het licht wil zetten. Dit jaar zijn er heel veel mensen die komen helpen, heel veel jongeren. We proberen allemaal een tandje bij te steken. En ik doe deze ook heel graag. Ook de jongeren die samenkomen en zo, dat is een hele leuke sfeer. We bereiken meestal deze periode, we zijn al 3 weken verder. We hebben al 500 verschillende jongeren over heel Antwerpen bereikt. En het gaat van meer naar meer. En de jongeren voelen zich ook goed, want alles is ook gesloten van, qua activiteiten. En hier bij Yes kunnen ze zich engageren en meehelpen met het verdelen en voorbereiden van het eten. Dat gebeurt ook 's avonds bij de verdeling ervan. Bij VZW Al Ikram aan het Laar.